Op 6 juli vallen Bosnisch-Servische troepen de enclave aan. Niet alleen vanuit het zuiden. Vanuit het noorden wordt het hoofdkwartier van Dutchbat in Potočari onder vuur genomen. Op 8 juli worden de tweede en derde observatiepost in het zuidoosten van de enclave ingenomen. De posten Foxtrot en Uniform. Bij de terugtrekking van de Nederlandse militairen van één van de observatieposten wordt de Nederlandse soldaat Raviv van Rensen gedood door een granaat. Die wordt gegooid door een moslimstrijder. De overige observatieposten aan de zuidelijke grens van de enclave vallen of worden opgegeven onder dreiging van de Bosnische Serviërs.